Nou, hier komt direct een torenflat van 20 meter, misschien wel 30 meter te staan. Nou, dat betekent dat we dus een stuk zonlicht kwijtraken. En dat is nog niet alles. Behalve het uitzicht verwacht Marcel ook meer geluids- en verkeersoverlast. En dat is een flinke tegenvaller, omdat hij 12 jaar geleden speciaal voor de rust vanuit Haarlem naar Zwaagdijk verhuisde. We hebben dit plekje ook uitgekozen om heerlijk rustig van het vrije land te kunnen genieten. En ineens krijg je hier een hele kermis om je heen en dat heet dan een industrieterrein. En daar zijn we toch wel heftig in teleurgesteld. Je moet je voorstellen, de Zwaagdijk is een langgerekte lintbebouwing. Hè? En op 100 meter van die hele lintbebouwing, op 4 kilometer lang, komt dit langgerekte bedrijventerrein te liggen. Maar als je dan nog je voorstelt dat dat ook nog 20 meter wordt, dan ligt de hele Zwaagdijk lintbebouwing in de schaduw straks. Marcel heeft samen met andere dorpsbewoners bezwaar gemaakt, maar vooralsnog tevergeefs. Hij heeft geen goed woord over voor de gemeente Hoorn. Het is een ambtenarij van de hoogste klasse met een arrogantie die kent geen naam. Hoogbouw op bedrijventerrein Zevenhuis is niet de enige tegenslag voor Zwaagdijk. De inwoners hebben de afgelopen jaren ook al gestreden tegen de manier waarop de West-Frisiaweg wordt aangelegd en de komst van een windmolenpark in de achtertuinen van Zwaagdijk Oost. Zwaagdijk is vreselijk de sjaak. Al 3 of 4 keer nu met hele grote projecten die het dorp echt aantasten. En er komt geen enkele compensatie voor terug. Dat is heel vervelend. Ik heb me daar ook op een gegeven moment in het begin kwaad om gemaakt. En we hebben voor onze gezondheid te zorgen. En ik ga me absoluut niet druk maken voor zaken die toch gewoon doorgaan.